allemaal, vandaag ook weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik voor jullie weer een storytime. Ik weet dat jullie het heel erg leuk vinden als ik storytime opneem. Ze worden ook best wel goed bekeken vergeleken met mijn andere video's. Ik dacht, laat ik vandaag weer een storytime doen. Want deze keer heb ik, ik heb hier best wel lang over na moeten denken of ik dit zou plaatsen of niet. Of mensen dit wel interessant vinden om te horen of niet. Want ik vind het zelf niet zo heel bijzonder. Maar ik heb op een poll op Instagram gevraagd of jullie dit wouden zien. En iedereen, behalve één persoon, stemde nee. En die ene persoon ken ik persoonlijk, dus... Maar in ieder geval, laat het verhaal vertellen van waarom Enzo Knol mij heeft geblokkeerd op Instagram. Like, what? Even mijn mobiel erbij pakken voor het bewijs, want dat gelooft natuurlijk niemand. Ik kan hem dus niet vinden. Ik kan hem alleen vinden via een DM die ik ooit heb gestuurd met een vriendin van mij. Maar ik kan hem dus niet opzoeken. Dit is dus een groep met Enzo Knol. Je ziet ook gewoon dat dit Enzo Knol is. En als ik erop klik, krijg ik dit. Want hij heeft mij dus geblokkeerd. Ik ga jullie dus even laten zien, ja, hoe dat allemaal ging. Hier is dus een DM met een oude vriendin van mij. Ik ben niet echt bevriend meer met haar. En blijkbaar heeft ze een account aangemaakt. Ik weet niet of een andere naam gegeven aan het account of zo. Maar ik weet dus in ieder geval wie het is. En zij begon dus met die groep in 2015, heel lang geleden, met hoi. En ik stuur een lach emoji, want ik vond het een beetje oncomfortabel. En toen begon ze te spammen met hartjes. En toen dacht ik, oké, laat ik ook maar meedoen. Misschien reageert hij. Hoe oud was ik? 14-jarig of zo. Mijn domme 14-jarige hersenen dachten dat hij het dan zou zien. Blijkbaar heeft hij het dus ook gezien. En ja, dat ging dus even heel lang door. Dan zegt ze Enzo. Met, ik stuur heel veel aapjes. En die vriendin van mij zegt dus van Enzo, Marielle is familie van jou, echt waar. Enzo, Marielle is ook een knol en haar broertje Thomas lijkt op jou. Like... In ieder geval, mijn achternaam is dus ook Knol, als je het niet wist. Maar ik ben, denk ik, geen familie van hem. Tenminste, ik weet het dus niet, maar het boeit me ook niet echt. Ik ga er ook verder niet meer op uit, maar toen vond ik het heel cool om daarmee op te scheppen of zo. Dat ik misschien familie was, ik weet niet waarom. Maar ik krijg wel views omdat mijn achternaam Knol is. Kreeg, want nu is Knol niet meer zo heel populair als eerst. En toen begon ik kikkers te sturen. Like, gewoon... Oh, en toen zei ik droomde nog over Enzo Knol. Dat hij zich verkleed had en toen liep hij ergens en toen zag ik dat het Enzo was. Nou, grappig. Hier staat niet dat Enzo het heeft gelezen hieronder. Hier staat dat account en niet in gebruikje. Dat is mijn oude account of zo. Het heeft gelezen, maar waarom heeft hij mij geblokkeerd dan? Like, ik zal het nog een keer laten zien. Hij heeft mij geblokkeerd. Like, waarom? Verder heb ik dus geen DM's met Enzo Knol gehad en zo. En hij heeft dit niet gezien, dus ik snap dit eigenlijk niet echt. Like, ik wou hem een keer opzoeken op Insta, ik weet niet waarom. En toen kon ik hem niet vinden en ik dacht van, is zijn account verwijderd? Wat is gebeurd? Heeft hij een andere naam? En toen kwam ik erachter dat hij me had geblokkeerd. Like, waarom? Ik ben gewoon, ik was gewoon een trouwe fan, hè. Ik was gewoon een fan van hem. Gewoon knolpower. Gewoon echte knol ben ik. En dan wordt er zo gedaan tegen mij. Like, waarom? I don't fucking get it. Nee, ik vind het heel apart. Maar in ieder geval, dat was dus het verhaal. Waarschijnlijk hadden jullie iets heel verwachts met dat er iets was gebeurd of zo. Maar dat weet ik dus niet. Ik weet niet waarom hij mij heeft geblokkeerd. Maar opeens was ik geblokkeerd. Hoe eigenlijk? Terwijl ik het gesprek niet had gelezen. Hoe kan je iemand blokkeren terwijl je het gesprek niet leest? Oh, ik ben fucking dom. Je kunt gewoon afwijzen en dan blokkeren. Maar waarom heeft hij alleen mij geblokkeerd? Maar niet die vriendin van mij of dat andere account. Echt alleen ik. It's kind of weird, right? Ik vind het heel raar. Maar in ieder geval, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het wel weer een keer leuk om tegen een camera te praten na zo'n lange tijd. Oh ja, binnenkort ga ik van camera veranderen. En ik vroeg me af of jullie daar vlogs van wouden zien in delen, zeg maar. Want er gaat dus heel veel gebeuren. Ik ga naar een nieuwe kamer. De kamer van mijn broertje. Mijn broertje gaat naar deze kamer. Ik ga heel wat meubels wegdoen. Er komt een nieuwe vloer in, een nieuwe deur. En de muren worden een andere kleur geschilderd.
En ik ga nieuwe meubels kopen. Dus als je het leuk vindt om een redoing my room, room makeover te zien, dan doe vooral even een duimpje omhoog. Laat het me weten, want dan weet ik of ik dat moet doen. Ik ga het sowieso denk ik wel doen, maar gewoon even... Just so I know. En nog één bericht. En zo, als je dit ziet, deblokkeer mij. Mijn Insta is always more. Dankjewel. In ieder geval, mijn haar zit nu heel gek. Ja. Yeah. Dit was de video. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Een comment is altijd welkom. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Doei!